Hoi, mijn naam is Nick. Ik heb meegedaan met de slechtste chauffeur van Nederland. En nu ga ik online verder. Ik ga met leuke mensen langs de McDonald's. Dus ik zeg... Jongens, iedereen alvast een hele fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar alvast. Vandaag ga ik iets superleuks. Vandaag ga ik langs vriendinnen van mij, namelijk Shirley en Leslie. En ja, jullie hebben denk ik vast wel de vorige video bekeken. Want die video is de meest bekeken video die ik heb gemaakt. Die is dus bijna 200.000 keer bekeken. Dus ik dacht, we gaan een nieuwe maken. En we hebben vandaag een hele leuke popcornbak weer mee. En daarin zitten dus allerlei leuke vragen. En die gaan we met z'n drieën beantwoorden dit keer. Ik zal even eentje voor de grap voorlezen. Wat is het ergste wat ik aan iemands kop heb gesmeten? Nou, wat het ergste wat ik ooit een keer heb gedaan is... Nou, niet eens zoiets heel erg. Een keer was ik bij de Shell. Ik was bij de Shell, toen vervolgens moest ik, had ik cola gehaald en toen was hij dus over de datum, dus toen ging ik rijden naar de volgende Shell. En die, dus ik kwam gewoon inleveren, ik wou geen paniek maken of wat dan ook, ik wou gewoon zeggen ik wil deze ruilen. Nee, dat kon niet, want het was allemaal, de Shell is allemaal apart blijkbaar, maar dat wist ik oprecht niet. Dus ik zeg, jongen, doe niet zo moeilijk, geef gewoon die cola, ik ga toch niet twee keer voor een cola betalen van hetzelfde bedrijf. Ik zeg, wat is dat nou voor bullshit? Nee, toen werd hij boos en toen heb ik die cola en toen zo bam naar zijn hoofd gegooid. Vergeet mij ook allemaal niet te volgen op Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, eigenlijk alles, Snapchat. Kijk, Les! Hey, back day met Les, gezellig! Oh, wat echt. Ik ben zat. Hang jezelf even op. Oké. Godverdomme. Het was echt heel erg, ik moest naar Les. Naar die Westfield Mall. Ja, natuurlijk. Ik zag eruit. Wat doen? Wat gingen jullie daar doen? Ja, we hadden daar naar die videoclip opname geweest. Oh, dat zag er wel vet uit. Was wel leuk. Nou, ik vind die clip helemaal verneukt hoor, weet je niet. Wat vind je van Busy dan? Ja, oh, is die wel aardig? Weet jij wel, ja, ik weet niet of jij dat hebt gezien, maar Busy kwam zichzelf toch voorstellen. Dus hij zegt, hoi, ik ben Leo. Ik zeg daar tegen die mensen van productie. Ik zeg, what the fuck, hij lijkt echt Busy. Hun zeggen, dat is Busy. Ik zeg, maar hij is tegen mij Leo. Maar is dat zijn voornaam? Ja. Dat is voornaam. Maar hij toch geen Busy ouders, hij heeft toch geen Busy. Als jij toch een deur hebt, is de tijd toch gewoon als Busy. Ja, nou ja. Yo, ik ben Busy. Weet ik veel. Ja, ik stond echt, hun zaten mij allemaal aankijken. Maak deze meid nou grappig? Dus serieus. Ze reageerden allemaal niet. Dus ze bleven gewoon zo bevroren kijken allemaal. Hallo, maar kijk ik jullie, ook hoor. Kijken jullie ook de Real Housewives? Fantastisch. Ja. Heerlijk. Maar ik heb nog niet uitgekeken. Die zijn ik wel, en ik hou ervan. Zo, luister, er zit een of andere mogol met felle lampen achter mij. Is dat politie of zo? Nee. Oh, wat een mogol joh. Kijk dan hoe fel. Ik vind die roze leuk hoor. Ja, ik ook. Iedereen is ja, maar ik vind maar ik vind haar, die blonde dus ook leuk. Ik ook. Maar want zij is gewoon ook lekker met AliExpress en zo. Nee, die vind ik Rita. Nee, die Hella. Nee. Oh, Louis! Hoe zijn ze op nee, ik vind alleen Jamela leuk en de rest vind ik allemaal misschien heilige wijven. Ja, dat, maar ik vond dat... Ik heb een keer ruzie gehad met die ene. Welke? Met die Maria. Ja. Waarom? Omdat zij kwam toen bij mij, ik werkte toen in Vie en zij kwam daar en toen stond ze daar met die homo mode stylist of zo met een hoedje altijd. Oh ja, dat heb je wel verteld een keer tegen mij. Ja, toen moest ik ballonnen brengen, zeg maar. Rechtdoor, hè? Ja. Ook gewoon. Ik moest een ballonnen brengen, ik was als hostess daar toch? Dus ik liep met die ballonnen zo allemaal in mijn handen en ik wou daar zo lopen om te brengen naar die mensen en zij komt en ze pakt zo die ballonnen uit mijn klauwen en die resters vlogen allemaal gelijk de club uit. Dus ik sta haar aan te kijken, ik zeg, wat doe jij nou? Zij zegt, ik wil ballonnen. Ik zeg, ja, dan moet je bestellen. Ik zeg, dat is niet voor jou. Was dat niet voor haar? Nee! Dat was niet voor haar! Ik wil ballon, zeggen ze. Ja, ja. Allemaal wel wat. Dus... Oh, ik ga gewoon gassen. Doe maar zeggen, nou stop je in één keer. En bij Club 4, bij die VIP, achteraan zeg maar, daar heb je zo'n klein soort afstapje, hè. En toen werd ze boos, maar toen gaf ze een zetje op mijn schouder. En toen struikelde ik van dat afstapje af. Nou, toen was ik helemaal... Die Maria. Ja. Ja. En zij was helemaal de weg kwijt. Was ze aan de drugs of zo? Nou, dat denk ik wel. Oh, wat erg. Hallo, maar zouden jullie ook meedoen met echte meisjes in de jungle? Oh, ja. Zo graag. Echt. Ja? Ja. Allebei? Oh, tuurlijk. Ja. Jullie moeten gewoon in het volgende seizoen. Ja, dat vind ik wel leuk, ja. Wat vond je van die mensen die nu meedoen dan? Ja, de helft vind ik wel leuk en de andere helft niet. Welke helft vind je leuk? Ik vind het toch wel weer leuk dat Michelle komt. Kijk je uit, er komt de fiets. Nog één? Ja, nu kan je rijden. Nee, ik vind Michelle sowieso fantastisch. Ik vind haar echt leuk. Ik vind dan zeg maar Esme en Lena en zo vind ik ook wel leuk. Lena vind ik ook leuk. Maar Fabiola. Fabio, ik vind het geweldig. Ja, ik vind haar ook grappig. Geweldig. Ik vind haar wel grappig, maar ik weet niet. Ik zou nou niet zeggen, ik vind haar leuk. Dat vind ik dus ik wel. Ik wel. Ik ben ook echt fan van haar. Alles designer. NFC, dat je haat. Op de cloud die ik heb. Alles designer. Koekkaart, dat je met je botox slippen. Ik krijg daar zeg maar best wel een beetje met frietsaus en met barbecue.
Barbecue. Ja. En ik wil een medium Big Mac menu met cola en frietsaus. En een beetje veel sperma. Ja. Hebben jullie alles nu ook? Drinken en zo? Ja. Oké. Okay. Daar raak ik wel. Je bent eigenlijk asociaal ook gewoon. Ik ben asociaal? Ja, ja, jij bent echt best wel asociaal. Hij is ook trots. Zeg ik trots? Ja. Hoi. Het is helemaal niet de bank is dicht. Wil je nog even 50 cent bieden aan de Ronald McDonald's? Ik ga mezelf toch eerst ook even uitkleden, want die verwarming die staat godverdomme echt op. Het is ook niet normaal. Zij zit de hele tijd te kanissen. Oh, ik heb het warm. Ik doe zachter. Wil jij zeggen dat het koud is in die auto? Ja, maar jullie hebben allemaal een crop top aan. Jullie hebben ook een dikke witte jas. Ik heb ook een soort van crop aan. Dat ik beter niet kunnen doen ook, maar... Nou, ik heb mezelf van de week weer gebogen. Hoeveel? 100. 100? Nou, ik denk wel meer. Nee, ik denk 85. Het is de 88. Oh, dat is niks. Dan nee. kunnen wij de box geven. Nick, jij bent 2 meter 88. Ik ben ook 90. Ik ben 88. Oh, kijk. Oh, zo. Die komt op de ja, binnen, ja. Sorry, ik was even van me af. Rustig aan. Ja. Nick. Hij klopt toch op die... Vind je deze boom ook, Sjur? Ja. Ja, ik ga helemaal dood. Ik kaal. Wat moeten we hiermee? Ik kale boom. Die muts zo over. Ja, ik zit niet in ruim, zeg maar. Zo dat je kunt. Ja, voor over een paar jaar rijk ik een dikke merrie. Jij? Ja, nee, ik wil eigenlijk een dikke lander ooit, zo'n ding. Ja, dat gelooft toch niemand, schat? Ja, dat wil ik wel, maar ja. Doei! Luister, die koepel hangt die klap gewoon op het raam. Of ja. Ja, wil jij niet op zitten letten? Ik geef het besef niet dat ik echt zo hoorde. Wat erg. Dat is toch ook al een beetje gekke taal? Ja. Of ben ik nou mijn goal? Hoi. Drankjes komen naar je keuken. Ja, is goed. De broodjes komen er aan een klein momentje zitten. Oh. Mag kort haar, zo moeilijk dankjewel. Is het. Dankjewel. Zit er nog alles voor? Komen er nog broodjes? Er zijn toch burgers of broodjes? Zit het erin? Nee, ja, dat zit er. Heel asiaal. Wat ga je doen? Er zitten wel burgers in hoor. Is dat goed? Oh. Het klopt nu toch of niet? Sorry? Het klopt of niet nu? Ja? Ja, oh, want zij zei dat de burgers nog aan moesten komen. Dat dacht ik. Oh, oké, okay, doeg. Er zit groene verf op. Of ik heb hofstok. Heb je ze hier aan is gestoken? Ja, kijk hier. Bij wie? Bij Dennis. Of bij Dennis? Dennis. Oh, Dennis. Ik wou die naam doen, wou ik zeggen. Jij lekker op de vinger. Lekker een vingerzoel. Nou, ik heb dat niet gedaan. Oh, ja, nee. Ja. Dat bij de standaard ding zit. Hé, hey, je hoort het. Ik stop met mijn vinger heel. Ik heb die broekjes veel geslagen nu. Zie die rommel ook! Hé, hey, dat is nog eens les. Dit is zeg maar de real life situation. Oh, wat erg. Nou, ja. Oh, les. Ja, ik... Nee, je zet hem uit. Nee, dit is echt, schat. Ja. Ja, zet hem uit, schat. Dat is gewoon niet meer te redden. Oké, okay, wie heeft een Big Mac? Zo zie je het echt niet echt. Les, oh, Big Mac voor jou. Dit zit kut ook de type. Ja, er zit ook van alles onder. Ik ben ook bijna nooit achterin hoef te zitten. Ik heb ook nog nooit achterin gezeten. Altijd zit jullie achterin. Ja, en ik zit daar altijd met mijn benen helemaal. Eén been naar die kant, één been naar die kant. Want hier liggen altijd allemaal pleurenzooi. En dan blijf ik altijd allemaal liggen. Oh, is smakelijk. Oké, okay, ik doe deze eerst even dicht of uit. Oké. Okay. Nou, zijn jullie er klaar voor, kinders? Ja. Nou, je maakt mij wel zenuwachtig, want ja, maar... ik weet dat jij iets achterlijks bedacht. Hoe gaat het met jullie? Jongens. Nou, nu gaat het eigenlijk heel goed. Ik was fucking honger. Ja. Nou, eigenlijk moet ik jullie bedanken, want eigenlijk is mijn video het meest bekeken tot nu toe. Bijna de 200.000 keer. En dat is echt tering veel, vind ik. Nou, dit is ook fucking veel. Ik heb geen kind. Wat heb je nou besteld? Die bestelt jongens niet normaal. Nee, jij betaalt toch? Daarom, hé, hey, Hans. Je wat alles om, godverdomme. Hé, hey, en hoe is het in de liefde, jongens? Hoe is het in de liefde? Ja, dan hoef je mij niet aan te ruiken. Gaan nee, we naar Jessie kijken. Kijk expres naar achter. Ja. Ik heb mijn mond vol. Ja. Want ik heb eigenlijk een... Ik kijk een beetje op jouw TikTok en op jouw Snapchat, Leslie.
Een beetje een broken hart. Weet je, het lijkt wel alsof zij een klein meisje is van 12. Je weet het ook al gewoon. Daarom vraag je het gewoon. We spreken daar gewoon veel. Is dat toch ja, maar ik dacht, ja, jij gaat een beetje, je bent een beetje verliefd. Ja. Ben je echt verliefd op, tot over je oren? Ja. Nee! Echt op hem! En ik ben echt boos op haar. Ja. Hoezo ben jij boos? Gewoon, ik wil het gewoon niet hebben. Wat dan? Wil je niet dat je vriendin een relatie krijgt? Of wil je niet met degene, met de persoon? Oh, je had bijna al die cola zo in mijn kruis gegooid, zou ik zeggen. Dat heb ik ook nooit gezegd. Maar het gaat om een persoon die. Moet ik hier nou mee? Wacht, kom maar. Oh nee! Oh nee, dat vind ik echt zonde! Nee, dat vind ik echt zonde! Niet doen! Oh, godverdomme, wacht! Het was zo leuk! Ja! Ah joh! Nee, ik zet ik die uit die friet om, wacht! Niet! Ik heb wat! Ik moet echt huilen! Ik had zo'n trek in mijn patatjes! Het erge is nog, je kan, ik wou zeggen, je kan best van de vloer vreten, maar van deze vloer. Nee, dat zou ik niet doen! Van deze vloer kan je echt niet eten, want bij afstand. Ik vind het echt heel erg. Ja, je mag wel een paar kipnuggets van mij. Een paar kipnuggets? Je gaat een nieuwe patat voor mij halen. Goed, dan moeten we godverdomme weer terug in die rij. Nee, oké, ik overleef het wel zonder patat. Zullen we een patatje delen? Ja! Kut! Nee, nee, iets wil aanbieden. En ga ook dat ze nee zeggen. Auw, zweer. Ja, ik prik keihard met die ding echt in mijn oog. Ik zweer het. Auw, what the fuck, man. Echt hard ook. Als je dat beeld ziet. Auw, dat is echt erg weer. Oké, maar jij bent verliefd. Zo, what the fuck, man. Ik stik me echt bij de dood. Zag jij het, of niet? Zo, ik ben echt zo, hè. Ik wou zo door mijn oog. Echt een tyfusmogol. Oh. Les, je had ook cola. Zo, hey, ik ben Nick en ik ben bijna blind. Godverdomme. Oké. Okay. Oh. Ik denk dat ik dit ga laten dan. Wat? Oh, ja. Leg maar in die popcornbak of zo. Ik zeg het. Okay. Zie dat die staat hierin. Oh ja. Oké. Okay. Ik zit te huilen. Aha. Ik weet het niet, maar de tranen lopen alweer over mijn wangen bij jou. Maar jij bent verliefd? Op wie ben jij verliefd? Ja, dat ga ik niet uitspreken. Nou, dan gaan wij het wel even uitspreken, want je loopt Shirley ook altijd te exposen met namen. Oh, dat is wel waar. Ja. Ja. Dat is wel waar. Dus Shirley, wie is het? En dan zeg ik het. Ja. En begin met de I. En ik eindig op de A. En daar ja, je bent verliefd op ja. Ja? Misschien wordt hij boos als dit. Ja, maar ja, boeien. Dat maakt eigenlijk goed. Nee, hij vindt het toch. Ik nodig hem niet uit in mijn show. Hij heeft toch een beetje aandacht. Toch een beetje. Nee, jij bent een beetje vriend op. Wat vind je zo leuk? Ja, kijk, ik ben echt blind, zeg maar. Dus ik vind echt alles leuk. Nou, ik ben ook bijna blind. Godverdomme. Ik voel het ook als ik blind ben. Maar, ja, maar je vindt hem echt leuk. Les. Ja, maar ben je pop? Ja, weet ik. Ik weet het. Maar ik denk het even leuk voor de kijkers. YouTube wil het even weten. Voor YouTube wil het ook even weten wie je leuk vindt. Ja. Maar ja, ik vind hem gewoon niet bij jou passen. Ik vind dat het bij jou gewoon een man moet. Hij is toch een man? Ja, maar echt een man. Les. Hou op. Hij lijkt ook wel een beetje. Je weet wel. Nee. Ja, wel met die neuspiercing, vind je niet? Nou, dat vind ik echt niet. Dus je zet jou wijselijk mijn bek, want ik kom nog een keer tegen. Nou, dat maakt me niet zoveel uit hoor, want ik denk dat ik toch al. Ik zou toch al niet met hem overweg kunnen. Nee, waarom niet? Nee. Gewoon omdat. Kijk, hij wil heel graag zo'n verstandige discussie met iedereen aangaan. Zeg maar. En hij probeert zijn punt op een hele rustige manier te maken en zo. En ik krijg daar een fucking woedeaanval van. En dan ga ik door het lint. Dan denk ik, hou gewoon je fucking bek dicht. En ga gewoon wat leuks vertellen of zo. In plaats van dat je hier zo met je hele standpunt en onderbouwing en zo komt. Ja. Laat me met rust. Gewoon wegwezen. Ja. Ja, ik vind ook gewoon dat je een ander moet doen. Maar en dan vervolgens, dan was Les, die was verliefd. En ze was helemaal klaar mee. Wij zitten in de Snapchat groep, ze was er helemaal klaar mee, weet ik nog. Alsjeblieft. Krijg je ineens in Snapchat dat ze hem filmt bij Ex on the Beach, heb je dat gezien? Ja. Toen dacht ik echt, toen ging ik echt error. En dan ging ik hem belachelijk maken. Nee, maar luister, dat komt. Shirley zegt tegen mij, als je over hem heen wil komen, moet je dat gaan kijken. Want hij heeft zichzelf daar gigantisch voor lul gezet. Ja. Maar het is niet gelukt. Het werkte voor een dag. voor een dag. Ja, ik dacht echt, nou is ik helemaal klaar mee. Want hij zat dingen te sturen en zo. Ja.
Geef ik jou nou ook mijn frietsaus zien? Ja. Nou, maar ik heb hier mijn frietsaus zien. Oh nee, oh, ja, dank je. Ik dacht dat je voor mijn kipnuggets ook nog. Ik heb hier nieuw. Die ik kan heb ook nog hiervoor één. En hoe is het met jouw liefde, Shirley? Met jouw liefdesleven. Zie mij niet iedereen judgen dan? Nee, ik ben een gebroken hart. Ja, ik ben een gebroken hart. Waarom heb jij een gebroken hart? Nee, ik heb geen gebroken hart, mijn ego is gekrenkt gewoon. Ik zweer het, er is niets meer van mijn ego over. Nou, een normaal meisje die lijkt op een 14-jarige. Ja. Van ding, want jij ging een beetje met... Nee. Nee, oké, ik koos je wel. Die naam gaan we niet noemen. Nee. Jij ging met een bekende Nederlander afspreken. Ja. Die heeft nu ineens een vriendin. Ja. Maar wat zeggen we over die vriendin? Die is koulo lelijk. Ja, nee, dat was nog wat ergs. Ik vond haar dus heel knap. Ja, maar dat moet je dus nooit zeggen. Ik zeg altijd, als je mensen eigenlijk aan wie je een hekel hebt, moet je nooit zeggen dat ze knap zijn. Eerlijk? Ook al zijn ze knap. Heb je dat niet? Ja, Shirley wel. Shirley zegt van, oh nou ja, het is wel knap. Nee, dat moet je nooit zeggen. Nee. Ja, ik zou gewoon alles opzoeken wat het minder mooi maakt. Oh, ze heeft een scheef oor. Nou, wat heb je eraan? Ja, niks. Gewoon aan mezelf. Dat ik denk van, ja, oké, okay, ja, ze is wel knap, maar ja, dan... Nee, maar dan gaat mijn ego er nog mee aan. Dan denk ik van, jezus, ben ik nog lelijker dan dat? Nog lelijker dan dat. Ja, ik zeg altijd, ik heb liever dat, stel ik heb een vriend of zo, dat hij vreemd gaat met een chick die knapper is dan mij, dan een chick die lelijker is. Waarom? Ja, omdat ik het dan nog wel kan begrijpen. Kijk, nee, als ik een vriend heb en hij gaat vreemd met, weet ik veel, Monica Geuze of zo, ja, ben ik echt niet boos, want ik snap dat. Ja, oké, okay, voor Monica Geuze snap ik het ook wel. Ja, nou. Maar voor de rest echt niet. Toch? Nou, ik denk toch wel meer knappe vrouwen op de wereld dan Monica Geuze. Nee, maar gewoon omdat ik Monica Geuze gewoon leuk vind. Maar anders, stel je voor jouw vriend of gaat vreemd, wat zou jij dan doen? Zou je het uitmaken of niet? Ja, natuurlijk. Zou je vreemd gaan? Ja. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nee, dat wil ik niet meer doen. Ik heb wel gedaan, maar ik ga het niet meer doen. Hoe vaak ben je vreemd gegaan? Altijd. Elke relatie. Nee, niet elke. Eentje niet. Echt? Maar wie niet, Daan? Echt niet? Nee, echt niet. Maar je bent zo verliefd. Oh, kut. Gooi mijn kip nog eens door de wagen. Door de wagen? Hij de schoenen wel even voor in de wagen inkomt. Maar jij hebt ook wel eens een keer wat met Hannie gedaan. Oh, maar goed. Toch? Want dat was eigenlijk de vorige keer ik dat we in die backdate waren. Ik vind het zo leuk dat ik nou een keer toen, niet degene ben die het echt koopt. Toen zaten we in de auto en toen mochten mensen raden. Jullie mogen raden met wie Shirley je bed deelt. En degene die het raadt, die like ik ofzo. Oh ja. Ja, en dat was Harry. Harry van het kamp. Ik weet niet wat ik nu moet zeggen hoor. Ik ben echt even ten einde raad. Ja, dat was je toen ook. Ja. Ja. Spreek je hem nog wel eens? Nee. En toen was ik het niet met jouw keuze eens. Nee. Nee, dat is grappig. Hey, hoe gaan jullie kerst vieren, jongens? Dat is eigenlijk een kerstaflevering. Nou, lekker kerstig is het. Maar... Kijk even. Ja, nou ja, ik heb toch nou toen even... Als je naam gooit, dan krijg je gelijk een kerstgevoel van. Nou, misschien wel een heel groot kerstgevoel ervan. Verdomme. Nou, ik weet kerstgevoel. Oh, je bedoelt groot. Ja, wat dacht je dat? De grootste kerstboom is. Les, die appte mij. Die had een coolpack op haar kut gedaan. Ja. Ik kon niet meer. In Spanje hadden wij een poes gevonden. In een poes, een ijsblokje, zeg maar. Ja, in een poesvorm. Nee. Is ze nu gekocht voor de kut? Nee, heb je niet gekocht nu. Maar even dan, je hebt seks gehad en had je zoveel pijn, dit had je een koelpack. Maar het was helemaal opgezwollen. Wat is zo groot dan? Ja? Wat is zo groot? Nou, het is niet klein, zeg maar. Hij was van hier tot daar, zo. Hij komt nog bij de mond eruit. Mag ik ook een rietje of zo? Ja. Kijk, het is niet dat ik zeg maar... Gadverdamme. Ja. Ik wou hem eigenlijk schieten, maar... Ik kan mijn troepen niet weg. Heel bijzonder. Oh dan? Kijk, een kippa. Klontjes kipnuggets zaten er nog aan mijn mond. Gelukkig. Ja. Nou, hij is sowieso wel gewoon groot, toch? Ja. Maar het is ook, zeg maar, dat... Hij gaat gewoon drie kwartier door, gewoon in één stuk door. Hè. Jezus, ik ben al moe na een minuut. Ja, ik ben dus ook al moe na een minuut. Dus... Maar heb je op dit moment nog wel vaak seks? Nee. Helemaal niet? Nee. Ja, weet je wat het is? Als ik met iemand naar bed ga, dan moet ik echt een week bijkomen. Ik zweer het, ik kan niet meer lopen, ik heb spierpijn overal. Zeggen. Al die bewegingen in de lucht, wie doet dat nou? Bij hem had ik dat ook wel. Hij zegt tegen mij, ja, want...
stel het wordt wat en zo, dan ben je me dadelijk over 2 jaar zat. Ik zeg, nou ja, als ik jou zat ben, heb ik denk niet echt de kans om het met een ander te doen. Want ik moet gewoon echt letterlijk... Oh, lekker. 3 dagen herstellen, een week is overdreven, maar 3 dagen moet ik echt bijkomen. Maar van pijn als ik ga zitten, ik maak geen vast. Ja, maar dat is nog anders pijn als je gaat zitten. Maar ik heb echt mijn benen, ik krijg zoveel spierpijn daarvan. Ja, dat is... maar, jij kan lachen, maar jij hebt het ook, denk ik. Ja, tuurlijk heb ik dat ook. Ik zit mezelf in houdingen te verwerven, zodat ik denk, joh, jezus. Maar ik ben daar al mee gestopt hoor. Wat? Ik ga voor die goede eerste indruk, zeg maar. Gewoon pijpen, heel erg je best doen, erop gaan zitten. En dan denkt hij, oh, ze toont initiatief. Na 5 minuten ga ik liggen en dan doe ik niks meer. Dan hoop je dat hij... heb je die goede eerste indruk gegeven en de rest, ja. En dan hoop je dat hij de rest doet. Ja, eigenlijk wel. Ja, maar mijn man is het nog weer anders. Ja. Die moet echt zijn best doen. Jullie kunnen gewoon met je benenwijn gewoon zo omhoog liggen. Die man moet helemaal... Maar je denkt dat dat makkelijk is? Wat? Zie je even 3 kwartier met mijn benen in de lucht? Probeer jij eens even 10 minuten je arm in de lucht te houden? Ja, mijn handen die beginnen helemaal te trillen dan. Ja, hoe denk je dat mijn beentjes trillen? En het leuke is nog dat al die mannen dan denken dat mijn benen beginnen te trillen omdat ik het zo lekker vind. Nee, die trillen gewoon omdat ik zo moe ben. Omdat ik niet meer kan. Wat, met wie is de laatste met wie je seks hebt gehad al? Ja, dat is zo'n gozer die ik maar had geprobeerd als rebound. Maar dat was ook niet zo soepel. Is dat die ene die kramp kreeg? Ja! Ik was helemaal liefdesverdriet, toch? Ik dacht, nou moet ik echt even door met mijn leven. Ik heb zo'n gozer, of die langs kon komen. Ik had er eigenlijk al helemaal niet echt zin in, omdat ik eigenlijk nog verdrietig was. Maar ik dacht, ja, we gaan door. Vervolgens heb ik mezelf helemaal ervoor gezorgd dat ik er zin in had en zo. Dus ik zit daar bezig te wezen en zo. Krijgt deze goos, krijgt gewoon kramp in zijn been. Want die heeft vroeger een ongeluk gehad of zo. Was het Danny? Dit kan niet. Ja. Ik ga stuk. Oké, okay, nee. Maar hij kreeg die kramp in zijn been. Ja. Zegt hij, ja, ik moet echt even rust nemen, man. Ik kan echt niet doorgaan. Ik ga naar huis. Hij is ook gewoon gelijk naar huis gegaan. Hij kan toch gewoon even bij komen. Nee, ja, hij zei zeg maar eerst dus die nog zeg maar gewoon 20 minuten op mijn bed blijven liggen, zeg maar in de hoop dat ik een paracetamolletje voor hem haalde. Maar dat heb je niet gedaan. Jawel. Ik moet echt zijn. Ja, natuurlijk wel. Maar dat paracetamolletje haalde ik eigenlijk in de hoop dat het erna beter ging. Dat... Seks met les. Ik had laatst, ik heb van die vragen hierachter, die gaan we zo doen. Er stond een vraag, ik moest zo hard lachen. Er stond een vraag, hoe krijg je het snelste SOA? Nou, ik moest gelijk aan Lesley denken. Ja, als je seks hebt met Lesley, krijg je het snelste. Nee, oh, wat doe jij? Zie je nou, met haar vinger ook op mijn tand. Lekker. Ja, dat vond ik gewoon heel grappig, die vraag. Maar we kunnen het er wel bij pakken. Nou jongens, ik wil jullie allemaal wat een fijne kerst wensen. En een gelukkig nieuwjaar alvast. Dan denk je dat dan er ook wel bij op de vloer. Oh, dit zit die bakken onder. Ik kan net zo goed ook assen hier winnen. Ja, gewoon van dat. Jongens, als jullie het een leuke video vonden, like en abonneer en laat een reactie achter. Hey!